die rijden van 7 hoog, die vallen gewoon om. Die gaat er weer heen. Sip. Het ging er heftig aan toe tijdens de zwaarste storm van 2018. Maar toch zal dit jaar om andere redenen de boeken ingaan. Dit is het jaaroverzicht van Weerplaza. Hier in het Olympisch Stadion in Amsterdam zijn heel veel records gebroken. Maar ook het weerjaar 2018 kan er wat van. Zo hadden we bijvoorbeeld de warmste zomer in 300 jaar en werd er de langste regionale hittegolf gemeten. En ook hadden we de warmste nacht en werd ook het record van de warmste dag ooit in Nederland gebroken. Zeg maar de 100 meter tijdens de Olympische Spelen. Wat een vrachtwagenchauffeur met dat record heeft te maken, vertel ik later in dit jaaroverzicht. Een jaaroverzicht waarin in ieder seizoen wel iets interessants te zien is. Zo hadden we in de winter dus de storm, maar ook een dik pak sneeuw. Op de Veluwe viel bijna 40 centimeter. In de lente konden we zelfs nog schaatsen op natuurijs. De zomer die was heet en droog. En ook in de herfst hadden we maar geen oplossing voor de aanhoudende droogte. Het klimaat verandert. Het wordt steeds warmer in Nederland, net als in de rest van de wereld. Daar moeten we ons tegen wapenen. We kunnen die opwarming niet stopzetten, maar we kunnen hem wel afremmen. Toch is niet iedereen overtuigd van die opwarming. Zeker tijdens koude perioden, als er records worden gebroken, dan zijn er altijd wel sceptici. Neem bijvoorbeeld de president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Hij tweet erop los als er weer een koude periode aanbreekt. Een koude golf die alle records breekt. Hoezo opwarming van de aarde? Het klinkt ook misschien niet allemaal even logisch, maar toch spreken de feiten voor zich. Laat me je meenemen naar het kloppend hart van Weerplaza. Daar hebben we alle data. Hiernaast mij zie je de temperatuurtrend van de aarde van de afgelopen eeuw. Hier links is zeg maar een eeuw geleden, helemaal rechts dat is nu 2018. En dan zien we blauw en rood en dat betekent dat in de loop der jaren het eigenlijk steeds warmer is geworden op aarde. Dit is voor heel de aarde, maar we hebben ook dergelijke data voor Nederland. En daar hebben we wat meer informatie ingezet. Daar hebben we namelijk een temperatuurlijn ingezet wat de gemiddelde temperatuur is geweest hier in Nederland. En dat hebben we afgezet ten opzichte van de normaal. En de normaal die ligt zo rond de 9,5 graad. Dat is wit in de grafiek. En dan kijken we weer terug, een eeuw geleden, tot aan 2018. En dan zie je duidelijk dat aan het eind van de grafiek er steeds meer rood in gaat komen. Nu ga ik proberen de trendlijn te tekenen in de grafiek. Die komt er dan ongeveer zo uit te zien. Een stijgende lijn, duidelijk aan het eind van de periode, dus zeg maar in de laatste tientallen jaren. Ieder lijntje, dat is eigenlijk een jaar op deze balk. En dan zien we dat er af en toe best nog wel een koud jaar tussen kan zitten. Want een trendlijn geeft een trend aan, het geeft niet de uiterste aan. Ik zie bijvoorbeeld in deze grafiek dat hier duidelijk een warmer jaar was, maar ook duidelijk een kouder jaar. Er zit zelfs een blauwe streep hier tussen. En dat kan dus ook in de toekomst gaan gebeuren. Het zegt bijvoorbeeld ook helemaal niets over sneeuwval. En dat hebben we ook bijvoorbeeld dit jaar gezien in deze winter. Er viel flink wat sneeuw. Na een zachte start met op 2 december direct weer een warmtedagrecord, wordt het geleidelijk kouder. Zondag 10 en maandag 11 december wordt Nederland getrakteerd op een dik pak sneeuw. Het KNMI waarschuwt op de 10e voor extreem weer met code oranje. De volgende dag wordt er zelfs een weeralarm afgegeven omdat er veel sneeuw valt tijdens de avondspits. Op de Veluwe ligt de ochtend daarna op enkele plekken 40 centimeter sneeuw. Naast overlast levert de sneeuw natuurlijk ook mooie plaatjes op. Na de sneeuw wordt het snel weer zachter in december. Het blijft wel vrij somber en ook vaak nat. In Limburg bijvoorbeeld wordt maar 16 uur zon geregistreerd. En dat staat in schril contrast met het jaar ervoor. Toen waren er 103 uren zon en dat was toen een record. In januari krijgen we met een ander weersfenomeen te maken, storm.
Op 3 januari krijgen we de eerste zware storm van het jaar. Maar die valt in het niet bij de zware storm op 18 januari. De gevolgen zijn desastreus. Tot ver in het binnenland wordt windkracht 9 gemeten en komen er windstoten voor tot ruim 120 km per uur. In Hoek van Holland wordt zelfs een windstoot van 143 km per uur gemeten. Aan de zuidwestkust wordt enige tijd een zeer zware storm gemeten, windkracht 11. De storm duurt niet lang, maar 2 tot 3 uur en is rond het middaguur op zijn hoogtepunt. De storm zorgt voor grote problemen en veel schade. Hier en daar worden daken van huizen gerukt en veel bomen worden ontworteld. Op sommige plekken waaien zelfs mensen om. Het treinverkeer wordt door de vele bomen op het spoor compleet stilgelegd. Een unicum. Ook Schiphol moet enige tijd sluiten. Landen en opstijgen wordt te gevaarlijk. Het wegverkeer krijgt te maken met veel omgewaaide vrachtwagens, waardoor wegen geblokkeerd raken. De storm veroorzaakt voor zeker 90 miljoen euro aan schade. Ook zijn er tenminste 2 dodelijke slachtoffers te betreuren. Op basis van de metingen behoort de storm van 18 januari tot de 10 zwaarste stormen sinds 1970. Na de storm in januari wordt het een stuk rustiger en ook februari begint weinig opzienbarend. In de loop van februari wordt het wel zonnig en koud en op de 28e noteren we zelfs een ijsdag. Overdag komt dan de temperatuur niet boven nul. En aan het eind van de maand zien we ook een bijzonder weersfenomeen op de Waddeneilanden. Terwijl het grootste deel van Nederland van zonnig en droog weer kan genieten, krijgt men op de Waddeneilanden te maken met flinke sneeuwbuien. Deze buien brengen daar plaatselijk 10 tot 15 centimeter sneeuw. Omdat het ook hard waait, stuift de sneeuw veel op en dat levert mooie, maar ijzige plaatjes op. Een beeld dat we in de rest van het land dus niet zien. Het weersfenomeen dat we bij de Waddeneilanden zagen, laat zich goed vergelijken met het zogenaamde lake-effect dat we vanuit de Verenigde Staten kennen. Grote sneeuwbuien die boven de meren ontstaan. Op deze tekening zal ik het proberen uit te leggen. We hebben hier een Waddeneiland in het bruin en de zee hier in het blauw. Het water van de zee is relatief warm. Erboven zit zeer koude lucht. De warme lucht net boven het zeewater die gaat omhoog stijgen en gaat condenseren. En dan krijgen we wolken. En die wolken worden alleen maar groter naarmate ze langer boven de zee aanwezig zijn. En uiteindelijk resulteert dat in forse sneeuwbuien die op de Waddeneilanden vallen. Op deze beelden bij de Amerikaanse stad Cleveland is het lake effect goed te zien. De sneeuwtrein bereikt de stad en komt als een muur op het land af. Vervolgens wordt de sneeuw gedumpt over een regio, terwijl een paar honderd meter verderop geen vlokje valt. Op de Waddeneilanden is dat effect ook goed vanuit de lucht te zien. Op de satellietfoto van begin maart kunnen we heel goed zien dat er sneeuw ligt op de Waddeneilanden en dieper landinwaarts is er eigenlijk niets aan de hand. En dat kwam omdat de dagen ervoor een noordoostelijke stroming was vanaf de Oostzee. En die wind die ging precies zo langs de Waddeneilanden, over de Waddeneilanden en daar vielen de sneeuwbuien. Op deze foto is ook eigenlijk goed te zien dat de wind nu meer uit het zuidoosten komt. Want de buien die ontstaan noordelijker op zee en trekken allemaal richting het Verenigd Koninkrijk. En zo starten de winterwinters en eindigden de winterwinters. Als we het jaargetijden samenvatten, dan kunnen we zeggen dat de winter vrij zacht, vrij nat en zonnig was, met de kanttekening dat februari heel anders was dan december en januari. Februari was zeer koud en uitermate zonnig, terwijl de andere maanden juist zacht en somber waren. Er werden deze winter 33 vorstdagen genoteerd. In de winter werd hier in het Olympisch Stadion een prachtige kunstijsbaan neergelegd. Recreanten, maar ook professionals, konden zo hier hun rondjes rijden. Maar wist u dat we aan het begin van de lente ook nog gewoon op natuurijs konden rijden? In maart worden direct 2 ijsdagen genoteerd. Zeer uitzonderlijk voor de eerste lentemaand. Ook blijft er een harde oostenwind staan die het voor het gevoel vaak min 15 maakt. Vanaf 4 maart is het weer wat warmer
Maar een tweede koude dip halverwege de maand zorgt ervoor dat maart beduidend kouder verloopt dan normaal. In april komt dan toch uiteindelijk de warmte. Op 7 april noteren we de eerste warme dag. En op 19 april is er al sprake van een zomerse dag. Normaal komen er in april helemaal geen zomerse dagen voor. Maar dit jaar hadden we er al 3 te pakken. April was wel wat aan de natte kant nog. In mei komt dan echt de warmte. Er zijn maar liefst 21 warme dagen. 13 daarvan zijn er zomers en er is ook nog 1 tropische dag. Aan het einde van de maand wordt de lucht wel erg onstabiel en dat betekent zware buien. Maar liefst 3 keer geeft het KNMI code oranje uit voor die zware buien. Er is dan kans op onweer, hagel, zware windstoten en natuurlijk ook wateroverlast. Patricia, hoe is het? Nou, slecht hè. Het is weer nat. Helemaal zeiknat. En het ging heel snel deze keer. Toch gaat de lente van 2018 de boeken in als extreem zacht en zeer zonnig. De neerslaghoeveelheid was vrij normaal, maar varieerde sterk van plek tot plek door het vaak buiige karakter. De lente die eindigt met een groot record. De maand mei wordt de warmste in 300 jaar. Maar ook in de zomer volgen er nog veel records. Ik zet de meest in het oog springende even op een rijtje. Dit jaar hadden we maar liefst 132 warme dagen. Dat zijn dagen waarop de temperatuur boven de 20 graden komt. Het oude record stond op 116. En die warme dagen volgden zich in lange reeksen op. De langste reeks duurde maar liefst 60 dagen. Moet u zich voorstellen, 2 maanden achter elkaar een temperatuur van 20 graden of hoger. Verder hadden we ook een recordaantal aan zomerse dagen, 55 om precies te zijn. Het oude record stond op 51. En ook hadden we de langste regionale hittegolf. Maar liefst 29 dagen duurde de hittegolf in Twente. Maar werd nu ook dat ene record gebroken in Nederland? De warmste dag ooit, zeg maar het wereldrecord op de 100 meter. Nou, in Limburg wilden ze dat record wel breken. En 2 presentatoren van L1 die hadden een vrachtwagen geregeld en die wilden ze naast het weerstation in Arsen plaatsen. Zo kwam het station nog wat meer uit de wind te liggen. En het zou die dag bijzonder warm gaan worden. Maar ja, dat is natuurlijk wel vals spelen. En gelukkig moest de vrachtwagen ook worden weggehaald. Het werd uiteindelijk 38,2 en dat was geen nieuw record. Het oude record uit 1944, dat staat nog steeds, gevestigd in Warnsveld. En de temperatuur die toen werd gemeten was 38,6. Eind juli is het dus zeer heet in Nederland. 26 en 27 juli zijn de warmste dagen van het jaar. En vanwege die hitte staat er 4 dagen lang een code oranje uit. Werken in die temperaturen is bepaald geen pretje. Ja, heel warm. Nou, hier is het rond 60 graden ongeveer. Het is net een complete sauna in principe. Is niet te doen toch? Nee, eigenlijk niet. Want de sauna kan je ook niet de hele dag in zitten. In Geldermalsen kijken mensen vreemd op wanneer ze strooiwagens voorbij zien komen. Het is zo heet dat de bovenlaag van het asfalt aan de autobanden blijft plakken. En het strooizout moet dat effect tegengaan. De zomer van 2018 was dus extreem warm, zeer zonnig en zeer droog. In De Bijlt was het de warmste zomer ooit gemeten. Er werden 2 landelijke hittegolven geregistreerd. Ook in de herfst zitten de terrassen weer bomvol, net als in de zomer. En dat komt omdat de herfst doorgaat waar de zomer gebleven is. Het is heet en het is droog. Het wordt zelfs de zonnigste herfst sinds de metingen, sinds 1901. Van onstuimigheid is helemaal geen sprake. Stormkracht wordt niet gemeten in deze herfst. Zeer opmerkelijk. Ideaal weer dus voor de horeca die hun terrassen weer vol zien lopen. Maar ook voor ons om lekker buiten te genieten van de mooie herfstkleuren. Thank you.
Na de zeer droge lente, de extreem droge zomer en ook de zeer droge herfst leek het erop dat 2018 ook het droogste jaar zou worden sinds de metingen. Maar dat is niet gelukt. 1921 is nog steeds het droogste jaar. Toch zorgde de droogte ook dit jaar voor grote problemen. Dit jaar hebben we extreem vaak te maken met hoge druksituaties. Hierdoor worden fronten op afstand gehouden en valt er nauwelijks neerslag. Niet alleen in Nederland domineert de hoge luchtdruk. Ook in de landen om ons heen is het droog en warm weer dankzij hoge druk. De natuur krijgt het zwaar voor haar kiezen door het dalende grondwaterpeil. Er treedt verdorring op en de grond klinkt in sommige delen van het land flink in, waardoor er in enkele huizen scheuren ontstaan. In de zomer is het risico op natuurbranden groot en al snel worden open vuurverboden ingesteld. Door het gebrek aan water worden er ook sproeiverboden ingesteld. Daarnaast worden er campagnes gestart om zuinig met drinkwater om te gaan. Begin augustus is er officieel sprake van een watertekort. De vraag naar water is groter dan dat er via regen en rivieren wordt aangevoerd. De rivierstanden dalen tot alarmerende niveaus. Eind augustus zakt het waterpeil van de Rijn tot de laagste stand ooit. De scheepvaart krijgt het moeilijk. Door het ondiepe water kunnen de schepen minder zwaar beladen worden en bij Nijmegen lopen schepen aan de grond. Door het tekort aan zoet rivierwater kan zeewater steeds verder het land inkomen. Hierdoor neemt de verzilting in West-Nederland toe. Samengevat kunnen we stellen dat de herfst zeer zonnig en zeer warm was. Gemiddeld over het land scheen de zon 464 uur, waarmee het de zonnigste herfst werd sinds de regelmatige metingen in 1901. Dat de herfst ook zeer droog was, komt goed tot uiting in de cijfers. Gemiddeld viel er zo'n 119 mm en lag de neerslaghoeveelheid iedere maand ruim onder het langjarig gemiddelde. Dankjewel. Inmiddels is het waterpeil weer op normaal niveau. En ook de scheepvaart is weer gewoon op gang gekomen. Dat allemaal dankzij zware buien die in Duitsland en Zwitserland vielen aan het begin van december. En nu maar hopen dat het water ook op peil blijft, zodat ook de natuur zich goed kan gaan herstellen. En zo zit het recordjaar 2018 erop. Na een onstuimig begin met storm en sneeuw werd het daarna vooral heet en droog. Op de valreep braken we nog een record, het aantal zonuren in een jaar. 2023 zonuren werden er geregistreerd tot halverwege december. Er komen dus nog een paar uren bij. En daarmee is 2018 het echte zonnejaar geworden. Of 2019 ook weer zo'n warm en zonnig jaar gaat worden, dat moeten we natuurlijk afwachten. De trend is weliswaar omhoog, het wordt steeds warmer. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het ook volgend jaar het geval zal zijn. Zoals ik al eerder aangaf, er zijn pieken en er zijn dalen. In ieder geval gaan wij het bij Weerplaza voor u in 2019 weer goed in de gaten houden. En ik wens u dan ook een gezond en mooi 2019. Proost!